Zijn wij hier niet voor bumper? Denk je echt dat je deze zo hoog kunt sturen? Deze is handig. Voor jou. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Ik ben het, Fayen. En vandaag gaan we iets superleuks doen. En ik zit in de auto zoals je ziet. Want ik heb 2 nieuwe huisdiertjes. Ik verklap nog niet wat het zeg maar zijn. Maar ik vind het zelf echt heel leuk. En best wel grappig. Maar ze hebben nog geen goed huisje. Dus we gaan nu naar de dierenwinkel om dat even voor ze te gaan kopen. Abonneer nog even op mijn kanaal, want we hebben bijna de 100.000. En like deze video, want vind ik leuk. En laat in de reacties weten wat jij vindt van het huis wat ik uiteindelijk heb gekocht. Zeg maar, ja, ga kopen. Zo, we zijn er door, de dierenwinkel. Maar vandaag zijn wij hier niet voor bumper. Nee, wij zijn hier vandaag voor mijn andere 2 huisdieren. Oh, kijk. Is dit niet wat? Zo, deze. Kijk, dan kan je hier zo. Pap. En dan kan je zo. Dit is toch vet? Dan kan je zo erop. Weet ook wat en voor erin. Huisdier ik heb? Ja, dat is. Nou, en? Jij hebt toch ook een grote kamer? Dat is toch vet? Kijk. Nee. Of deze. Pap, dan nee. Kunnen ze. Heb je, dat denk je echt dat die beesten zo hoog kunnen springen? Ik heb geen idee, ik heb geen ze verstand wel van haar klimmen, dieren. Maar niet goed. Oh, nou hier heb je er nog eentje met een trap, kijk zo. Ook weet je hoe ver? Deze kan ook echt trap lopen. Nee. Ja. Niet? Oh. Wat? Ja. Oh joh. Dit is een soort villa voor huisdieren dit. Ja, dat zei ik ook al. Kijk dan. Deze. Ik ga er even tussenuit. Kijk, of die. Ik vind het wel vet. Ik denk dat dit er al meer op lijkt, hoor je? Ja. Ja. Misschien een beetje te groot. Maar het is wel in de buurt wat we zoeken. Vette dingen. Wat zie je voor? Yo. Ja hoor, dat mag. Voor de in? Voor in wat? In het huisje. In het huisje, ja. Oh, zo'n takje kost maar 20 euro. Oh ja, dat is de geldboom. Het waren een geldboom. Ja, hè? Die is 9 euro. Pap, ja. Deze is handig. Voor jou. Voor mij? Nee, oh, daar pas je niet. Dat was ik niet. Oh, wat vet zeg. Hierachter is leuk. Oh. Is dit niks? Nee, daar kan je het niet. Oh ja, het moet wel iets waar ze niet uitlopen. Oh ja. Nou, mag ik de namen wel eens zeggen? Ja. Nou. Blackie en Jackie. Blackie en Jackie, oh zo Blackie leuk. En Jackie. Maar waar gaan Blackie en Jackie in wonen? Misschien wel in deze. Met de glijbaan erin. Kijk hoe vet. Maar ja, volgens mij is dat ook niet geschikt. Ik ga wel iets leuks voor bumper kopen, maar voor mijn andere huisdieren heb ik hier helaas nog geen huisje gevonden. Door naar de volgende dierenwinkel. Dat is voor mijn lieve Bubsy. Ja. Hier mop, aan deze kant kan hij open. Kies, mag ik er wel even een kusje? Ja. Oh, dat mag je. Dat is een lekker kluifies. Dat is een lekker kluifies. Je hebt zo'n mooie broekie. Ik ben zo blij mee. Dat is lekker. Oh, helemaal blij. Zo. Dit wil je toch iedere dag zien? Lekker zo lekker kluifie. Ga jij hem begraven? Wat is lekker. Alsjeblieft. Oh, lekker zeg. Geef mij eens een kusje. Ja, dikke doei. Oh, ik heb een kluifie. Lekker hoor. Nou, we zijn bij verschillende winkels geweest. Ja. Dierenwinkel 1, daar konden we niks vinden. Nee. Wel schattige cavia's, maar die waren al gereserveerd. Hele aardige mensen ook. Best place, vond ik heel aardig. Dus die zeiden dat we naar een andere winkel moesten. Ja, ging dat er aan. Dat ze daar heel veel spullen hadden voor insecten en zo, toch? Ja, maar hadden ze wel, nee, maar niet wat maar we zochten. Wat we zochten.
Nou, ze hadden dus, wel een vet aquarium van 100 euro, 50 ja, euro. Echt geen geld. Nee, maar ja, voor jouw huisdieren. Ik weet het niet. Nou, we gaan door. Net, toen zei iemand die in de, hoe heet die winkel? Ja, hoe heet die winkel nou? Mama, hoe heet die winkel? Die tweede waar... Discus, de ja, Discus. Ja, dus zei iemand... Super lief. Dat wij naar de tweedehands winkel moesten. Dat ze gaan daar naar, misschien wel hadden. Ga naar kringloopwinkel, ja, zei ze. Misschien dus, hebben ze. Toen gingen wij daarheen. Winkel 1, niks gevonden. Nee. Winkel 2. Nou, daar komt het hoor. Ja. Het oh, ja. Kijk, ja, dit is het huis voor je nieuwe huisdieren. Kijk, we moeten hem nog even schoonmaken. Ja. Dat was maar 13 euro. Ja. Echt vet. En dan heb je al die spullen erbij. Ja, zit er allemaal voor alles vis, in. Zo. Maar het kan ook. Voor. Ja. Tromgeroffel. Wat dan? Wat ga je doen? Oh, je gaat het even... Oh, rustig. Ze blijft erin. Deze moet even weg. Ja, hoe heet ze ook alweer, je nieuwe huisdieren? Blackie en Jackie. Dames en heren, Nederland. Als je dacht dat het vissen waren, is het niet zo. Oh nee, het zijn geen vissen. Okay. Dames en heren, Nederland, België, let op. Wij gaan aan jullie voorstellen Blackie en Jackie. Ze zitten tijdelijk even hierin. Hey, wat zijn het? Wandelende ik zie niks. Wandelende takken. Kijk, hier is één wandelende tak. Je ziet niks nog. Wacht, we halen hem even open. Nee, hij zit daar vast. Nee. Ja, maar zo zie je niks. Kijk, want je hebt... Ik heb niet helemaal dat plafond geplakt. Nee, oh kijk hier. Zullen we hem even omdraaien zo? Daar zie je hem. Wie zit hier op de zijkant? Kijk, dat is Jackie. Dat is de kleine. Oh, de kleine is Jackie. Blackie wil ontsnappen. Waar dan? Dat is de grote, daar op de plafond. Zal ik hem even pakken? Oh, die is hier even neer. Ja, die wil alleen maar ontsnappen, maar ik zal even laten zien. Oh, wat ben jij? Kijk, daar gaat hij. Hij wil eruit. Zie je dat? Hallo? Ga er maar op. Want hij denkt dat er vieze stinkhanden. Echt? Kijk, hij loopt over de rand. Ik wil hem. Wie is dit? Blackie of Jackie? Dat is Blackie, de grote. Echt vet, hè? Kijk, jij wil. Ik doe maar weer even in. Want Oh nee, dat komt goed. Heeft zo'n beest pleugels? Nee. Nee, hè? Zo, mijn vader zit toch even lekker te spelen met Blackie? Ja! En of is het Jackie? Is zo'n beest lekker met pindasaus eigenlijk? Oh. Maar die gaan we even afsluiten. Ja, zeg maar dan. Groetjes aan iedereen. Doei doei! Doei.